Hallo, het is vandaag 14 juni en ik maak nu een kort filmpje. Ik doe mijn best, want mijn filmpjes zijn veel te lang meestal. Van de pompoenen en het bloemenveldje. Het bloemenveldje heb ik gezaaid. Ik kijk naar een van mijn voorgaande afleveringen. Volgens mij heb ik het gefilmd. Er groeit een hoop onkruid tussen. Kijk, dit onkruid. Ook deze haal ik weg. Nou, dat ging niet helemaal goed. Maar het is niet alleen onkruid. Kijk eens al deze prachtige bloemen. Deze echte kamille heb ik niet gezaaid. Die is op een natuurlijke manier hier gekomen. De rest is allemaal gezaaid. Ik ben er echt behoorlijk trots op. Bij je mix moet eigenlijk op voedingsrijke arme grond. Zeg maar een soort van een zandgrond. Vaak, of afgelopen jaren en nu nog steeds, zaaien veel gemeentes bijenmix of bloemenmix. En dan voeren ze al het maïsel weg, zodat het maïsel niet verteerd kan worden en voedingsbron wordt voor bijvoorbeeld onkruid. Zodat de bloemen weinig concurrentie hebben van het onkruid en goed kunnen groeien en bloeien. Hier is de mest behoorlijk voedingsstofrijk. Kijk maar naar de mesthoop. Echter had mijn vader hier de mest weggeschraapt en bleek hieronder behoorlijk zanderige arme grond te zitten. Alleen, hij is nog steeds, zeg maar, te rijk. Te rijk met voedingsstoffen van de mesthoop. Dat heeft ertoe geleid dat deze bloemen heel weinig wortel hebben. Soms trek ik onkruid uit en dan trek ik op ongeluk een prachtige bloem mee. De bloemen bloeien wel goed en er zitten wel bijen in. Dus het is een succes. Alleen, ze hebben een heel slecht wortelstelsel. Omdat het zo nat en voedingsrijk is, hoeven de wortels niet diep te gaan wortelen. En als er straks droogte komt of weer een hittegolf. En dan ben ik benieuwd of ze het redden. Of ze dan nog verder gaan wortelen of dat ze verdrogen. In ieder geval ben ik behoorlijk blij met dit resultaat. De pompoenen gaan ook hartstikke goed. Hier komen ook steeds meer plantjes op. Ik heb nu ook meloenen erin gezaaid. Ik heb nog geen meloenenplanten gezien. Wel courgette. Courgette had ik niet gezaaid, maar ik heb heel wat zaden van AliExpress gekocht. Dan weet je nooit wat je krijgt. Hier heb ik die grote tak neergelegd, zodat de kippen minder gaan vroeten. En dat heeft toe geresulteerd dat er twee grote pompoenplanten zijn. Met nog heel veel kleintjes. Kim laat ik er maar gewoon op, want die heeft ook de muizen op. Dus als er af en toe een plantje overtrapt wordt, dan het zij zo. Dit is een zonnebloempje, iets te voedingsrijke grond, pompoenplantje. Kijk eens hier, wat een hoop planten, helemaal groen. De gemarmerde bladeren zijn butternuts, flespompoenen. En deze grote zijn Japanse pompoenen of reuzenpompoenen. Ik hoop Japanse pompoenen, anders heb ik wel heel veel reuzenpompoenen. Op je uitgelopen sla. Kan gebeuren. Groeit sneller dan wij kunnen eten. Kijk eens, hier zitten allemaal bloemen in.
Volgens mij is dit gewoon een courgetteland, als ik het zo zie. Nog meer zonnebloemen. Gaan, heb ik niet gezaaid, zal wel met het stro zijn meegekomen. En nog twee zonnebloemen. Bedankt voor het kijken, dat was het filmpje. Het is weer een beetje een te lang filmpje geworden om concentratie bij te houden van de kijker. Ik zelf heb ook niet zo'n grote concentratieboog. Maar ik hoop dat jullie het toch een hele beleving vonden. Bedankt voor het kijken.